Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De video van de volle maan in Schorpioen en die is op 24 april. We gaan vandaag dus kijken wat er naar voren gaat komen in het energetisch veld. Um, nu hebben we natuurlijk van de week ook de Engelenpoort Energie opgenomen, die staat inmiddels ook online. Maar. Deze energiestromen overlappen elkaar een beetje, want de energie van de volle maan is al een paar dagen ervoor ook voelbaar op de dag van de Engelenpoort. Dus je kunt veel voelen, je kunt veel doorkrijgen, je kunt soms vermoeid zijn, je kunt soms hoofdpijn hebben, druk op je schouders. Um, geen idee hè, wat jij zult ervaren, maar er zijn ook heel veel assentieklachten mogelijk. We hebben dus de volle maan in schorpioen staan. En schorpioen is een sterrenbeeld wat niet bang is om naar binnen te treden. Om het donker in te gaan. Het stukje uh, diepgang. Het stukje karma waar ik het van de week al over had. Een periode van uh, ontdoen van je maskers. Een periode van eigenlijk de onderste steen boven zien te halen. Uh, waarbij al is de waarheid pijnlijk dat je het toch doet. Waarbij je dus diepe ja, pijnstukken kunt... Transmitteren naar het licht. Want het teken schorpioen staat namelijk voor transformatie. En de schorpioen neemt weliswaar eh, graag een weloverwogen risico om onderliggende behoeftes te bereiken. Het is wel zo dat er ook nog energie meespeelt van de stier. Want de zon teken staat in stier. En waar de zon teken, dus de stier, niet dol op is, is dus wel de schorpioen dol op. Als we dan gaan kijken, een schorpioen is namelijk ontzettend gehecht aan stabiliteit en zekerheid. En dit teken houdt het liefst allemaal alles zoals het was. Omdat deze dan ook weet waar hij of zij aan toe is en dan kun je dus nu best wel voor gaan stellen hè? dat dat met die volle maan energie en dan nog die engelenpoort energie um, het vooral blijft draaien om balans, balans zoeken tussen die twee behoeftes. Maar het is ook een heel mooi moment om de zaadjes die jij tijdens je vorige maand hebt geplant ook laat groeien en bloeien en weer even aan terug gaat denken met een bepaalde ja vanuit je gevoel hè niet vanuit je hoofd, maar dat je ook echt even gaat voelen van oké, okay, wat heb ik toen gemanifesteerd? Um, daar weer even een energieboost in geven en vooral um, even die positieve mindset daar weer in creëren. Hè? Want het is wel, uh, ja, het is een hele fijne periode namelijk om positiviteit, te creëren waarin jij de ruimte ook krijgt om donkere stukken aan te kijken, maar ook achter je te laten. Wat dus niet meer als belemmering meegesleurd gaat worden, maar juist eindeloze mogelijkheden voor terug gaan komen. De ruimte om goed in je energieveld te komen. Je kunt je emoties waardoor, daardoor waarschijnlijk beter reguleren. En je intu intuïtie leidt je naar een juiste beslissing. Maar ook zeker het stukje balans. Dus er speelt ontzettend veel. Ik heb wat um, kaartendeks klaargelegd. Um, mocht je de af, uh, afgelopen week de video niet hebben gezien. En kijk je nu weer voor de eerste keer. Uh, of, of ben je helemaal als nieuwe kijker. Normaal zit ik op een andere plek. Um, ik heb een vaste plek. Normaal uh, met een bureau. En dan heb ik alles netjes geïnstalleerd qua camerastand. Op dit moment zit ik noodgedwongen even in mijn woonkamer. Ik heb aangegeven in de laatste video, ik heb nieuwe buren gekregen. En die zijn wat luidruchtiger als daarvoor, de oude bewoners. Waardoor ik dus op de kamer waar ik normaal zit niet kan opnemen. Daar is zo ontzettend veel overlast van geluid. Nu ben ik aan het kijken om daar eventueel van die geluidsmuren neer te zetten. Maar heeft iemand een tip wat ontzettend goed geluidsdempend is, zodat ik gewoon vanuit die plek weer kan gaan werken? Laat het vooral even beneden in de comments achter. Want ik, ik zit hier op zich prima, maar niet zo fijn als op mijn eigen plek. Uh, ik heb ook de lichten aan moeten zetten, gewoon de kamerlampen, om een beetje verlichting hier te hebben. Maar we gaan gewoon starten. Het is een iets druilerige dag. Het regent tussendoor en dan schijnt het zonnetje af en toe weer. Het is een beetje raar weer. Maar we gaan gewoon starten. Kijken hoe het allemaal loopt. Dus mocht je zoiets hebben van oké, okay, um, normaal zit je op een andere plek. Waarom is dit? Nou ja, dat is dus de reden. Maar de boodschappen mogen toch door blijven komen. En ik wil dat toch voor jullie gewoon kunnen gaan zitten. Dus vandaar de verandering even. Ik ga beginnen met de maanenergiekaarten. En vanuit daar pak ik nog de wijsheid van het orakel. Ik heb nog engelenboodschapkaarten voor het eind van de reading. En natuurlijk de normale tarotkaarten. Normaal hem, heb ik al mijn kaartendeks om me heen liggen. Dat heb ik dus nu niet. Ik heb er wel heel veel al naar beneden gehaald. Maar... Normaal, dan kon ik wel eens wat freestylen, dat ik voelde van: oké, okay, dat deck mag ik erbij pakken. Dat is nu wat lastiger, maar we gaan gewoon um, de reading starten en kijken wat er naar voren komt met de kaartendecks die ik op dit moment tot mijn beschikking heb. We hebben de tijd voor heling als grauwe maan. En dat is dus natuurlijk ook wel wat duidelijk was na de. De Engelenpoort opnames, dat het stukje karmische doorbraak kan gaan komen. Um, maar dat je ook nu de buitenwereld in mag gaan treden. De schorpioen is natuurlijk ook wel diep aan, naar binnen treden, uh, alles op de schop nemen. Maar uiteindelijk, als je dat hebt gedaan, dien je ook weer naar buiten te treden om het in het aardse stukje te gaan... Ja neer gaan zetten en mee om leren gaan hoe je dan je stappen zet. Je krijgt testen en en, en momenten op je pad dat je daar een les weer uit mag halen. Want je wordt getest de komende periode en niet zo'n klein beetje. En we krijgen iedereen zal winnen volle maan en weegschaal. Maar daarbij krijg ik nog een kaart. Tijd om het negatieve los te laten volle maan en schorpioen. Dus, dit is precies waar deze energie mee te maken heeft. Kijk even in mijn schermpje. Ik heb mijn camera zo hangen dat ik bijna niet meer in beeld kan kijken. Dus, um, maar we gaan even van start. Ik had een kaartendek klaargelegd. Oh, hier ligt die. Ik had deze mooie tarotkaarten van iemand gekregen. Daar ga ik daar mee werken. Ik pak er daar eerst nog eerst de Wijsheid van het Orakel bij. Maar ik wilde deze vast laten zien. Hele mooie kaarten. Ik weet alleen zo niet. Ik heb niet de verpakking zo bij me liggen. Dus ik kan zo niet de naam um, opnoemen. Mocht je daar interesse in hebben in dat dek, dan kan ik altijd uh, beantwoorden op een vraag in de comments. Dan kun je een berichtje beneden achterlaten met welk uh, dek is dat of daar, uh, waar je het over had, dan uh, zet ik het daar wel even neer. Kijk, onderkant dekken hebben we ruimte maken. We hebben hier tijd voor heling, tijd om het negatieve los te laten en fantasie. Dus de periode die er nu gaat komen is van: oké, okay, je hebt een bepaalde um, droom misschien of een wens, maar je hebt zoiets van: ja, dat is niet van mij weggelegd. En um, ja, een beetje het negatieve zelfbeeld misschien ook, hè? het stukje nog niet weten hoe kan ik manifesteren, maar ook het juiste ontvangen. Dat je die trillingsenergie hoog houdt. Tijd voor die grote voorjaars schoonmaak. Tijd om echt rigoureus de bezem er doorheen te gooien. En als je dat doet, kijk eens hoe mooi je dat licht er alweer op gaat stralen. 42 maakt ook 6. 6 staat natuurlijk ook wel in de tarot voor de lovers. Maar staat ook wel voor het stukje... Ja, betrouwbaarheid, het standvaste dat je door kan pakken. Dat je nu ook echt zoiets hebt van, ik ga ervoor, ik ga die cirkel doorbreken. Ik, ik wil niet meer in die rondjes draaien of in die karmische loop zitten. Ik wil nu mijn stuk creëren wat voor mij het hoogst haalbare is. En dat is dus waar jij nu de balans in gaat vinden, maar ook de kracht in gaat vinden en daarop door gaat pakken. Nou, we krijgen maar liefst drie kaarten eruit. We krijgen als eerste creativiteit. Gebruik je creativiteit om je gevoelens uit te drukken. Kom steeds dichter tot je ware potentieel. En dat hoeft niet te zijn in de creativiteit met de kwast. Hè? Op deze foto staat toevallig dan een kwast. Dat kan ook eh, gedichten schrijven, een boek schrijven. Um, misschien uh, vind je het heel erg leuk om. Um, ik zie nou namelijk. Ik heb een hele tijd terug ooit een steen gevonden in het bos, bos wat beschilderd was met een lieve heersbeestje. En eentje heb ik ooit gevonden met een klavertje vier met een mooie spreuk erop. Dat je zoiets maakt en dan ergens neerlegt op een plek dat het weer doorgegeven gaat worden aan andere mensen. Of je gaat uh, potten bakken of geen idee, hè? misschien creatief met muziek. Maar daar ga je wel weer de ruimte voor krijgen. En die ruimte heb je tot nu toe nog niet gehad. Dat kwam door je transformatieproces. Dat heeft gewoon heel veel tijd en energie opgeslokt. Want het is een intensief en pittig proces. Um, en zal een enorme groei vol liefde en schoonheid jouw kant uit laten stromen. Dus het proces van transformatie is voor heel veel mensen al ingezet, al een hele tijd. Nu hebben we natuurlijk elke keer. Nou, je hebt een les. Nou, die mag je doorbreken. Oké, okay, volgende les. Daar rondje mag je wel lopen en doorbreken. Oké, okay, volgende les. En zo blijven we maar lesjes doorlopen en doorlopen en doorlopen. En dan kom je bij het eind van het eerste transformerende proces. Oké, okay, daar heb je heel veel kennis opgedaan. En al die kennis zorgt er ook voor dat jouw boekenkast ontzettend vol staat. Maar niet al die kennis hoef jij fysiek ook mee te dragen, want innerlijk zit het er. Dus daar mag je ook wat in opschonen. Ook de negatieve stukken mag je loslaten. En de dingen en de boeken waar jij heel veel positiviteit uit haalt, die mag je in de schap laten staan. Maar al het negatieve, wat gebeurd is, of wat dan ook, hè, hup, grote schoonmaak. Dan maar in die verhuisdozen, breng het maar naar de kringloop en laat het maar lekker los. En dat is wat er nu gaat komen. En daardoor krijg je de ruimte. En hier staat liefde. Jullie liefde gaat bezegeld worden met een volgende stap. Maar voor mij voelt deze kaart ontzettend sterk aan voor jouw eigen liefde in jouzelf. Dat je de ruimte gaat krijgen om ook weer open te staan voor echte liefde, mocht je op dit moment niet in een gezonde relatie zitten. Mocht je wel in een gezonde relatie zitten, dan is het jouw eigen ontwikkeling. Een stukje zelfliefde, zelfrespect, het houden van um, ja, de keuzes die je maakt. Dankbaar zijn voor alles omheen En dan kan het ook zijn, mocht je nog niet getrouwd zijn, of nog niet samenwonen, dat je een next level um, verbinding aangaat. Maar het kan dus ook zijn dat het in eigen ontwikkelingsgroei is. Hè? Misschien leer je in deze komende periode iemand kennen uh, dat, waar je het begin zoiets hebt van oké, okay, uh, leuk, een, een, je hebt een date en het klikt wel. Maar in één keer gaat het ook heel snel, dat je het gevoel hebt van. Wauw, waarover komt mij nou? En dat er ook heel snel misschien um, samen gaat wonen. Misschien in verwachting raken. Of trouwen, dat je een aanzoek krijgt. Dat mensen om jou heen zoiets hebben van... Oeh, gaat het wel niet allemaal wat te snel? Maar als die commitment tussen jullie qua energie zo sterk is... Dan voel jij zelf het beste aan of dat dit snel gaat of niet. Misschien ben je al heel lang single. Of misschien nog niet heel lang. Maar heb je wel het gevoel van oké... Okay, ik sta nu op een punt van die transformering, hè, van al die, die cirkeltjes wat je aan het doorbreken bent. En je komt bijna bij dat eind van die nieuwe start, van die nieuwe doorstroom, um, waar ik van de week over had. Hè. Je bent eerst meester geworden in dat proces. Dan kom je weer uh, op het einde, net als de wereldkaart. En je mag weer als de vroeg gaan starten. Eigenlijk als de student weer opnieuw op het pad. Maar... Dat transformerende proces kan heel snel gaan. En vooral uh, hoe verder jij komt in jouw transformatie, hoe sneller jij dingen ziet en onderschept en door kunt pakken. in de niveau en stroming wat voor jou belangrijk is en wat voor jou goed voelt. En dat is dus wat er komen gaat de komende periode. Heel veel veranderingen, nieuwe inzichten. Ben trots op jezelf, wat je tot nu toe allemaal hebt gecreëerd en hebt bereikt. Um, het gaat met vallen en opstaan, maar dat is voor iedereen. We krijgen de koningin van staven. Dan krijgen we de hierofant. De vijf van staven. Het komt een beetje dwars eruit, dus het is nog... Er is iets nog niet helemaal onder de knie, maar dat komt eigenlijk door het aanbod wat, jou, wat je krijgt. Oeh, twee van bekers krijgen we erbij. Ridder van staven. Oeh la la, nou, dit ziet er toch wel veelbelovend uit. Ik zie trouwens dat jullie, uh, even kijken, deze kaart niet zo heel goed kunnen zien door de verlichting. Ik zal hem even zo ophouden. Dus de vijf van staven. Nou, we krijgen hier de maankaart onderkant dek. Nu zitten we natuurlijk met die volle maan, waarbij je dus af en toe ook bepaalde angsten en illusies weer op kunnen proppen. Um, maar hier sta jij boven, dit laat jij niet toe. Dit kun je ontkoppelen, want daarbij um, heb jij jouw balans gevonden, heb je stappen gemaakt, heb je inzichten gekregen. Nu is het zo dat um, deze er een beetje dwars uit kwam, wat ik zei, hè? maar de rest ziet er hier ontzettend veelbelovend uit. Nu hoeft het dus niet op liefdesvlak in het romantische stuk te zijn. Het kan ook op platonisch vlak zijn. Want liefde heeft natuurlijk vele jasjes en heeft vele vormen. En dat kan dus in deze setting ook zo zijn voor je. Nu overkomt jou dadelijk ja, binnenkort iets. Je bent aan jezelf aan het werk, je bent trots op jezelf, je bent aan het genieten. Je leert steeds meer uh, ja, eigenlijk die stabiliteit terug te krijgen met het vertrouwen hebben, loslaten. Uh, een negatieve, eruit bonjour wat niet nodig is. En dan merk je op een gegeven moment: oké, okay, er zijn inderdaad meerdere mogelijkheden. En sommige mogelijkheden die zijn niet helemaal zuiver. Sommige die zijn juist uh, ontzettend goed, maar komen nog te vroeg op je pad. Um, dit zijn eigenlijk meer de triggers of de lessen of uh, de testen waar ik het over heb. Vooral blijven voelen vanuit je intuïtie. En dan zul je merken, er gaat iets in werking komen. Kreeftenergie ligt hier ook op tafel, dus waterenergie. Nu is de schorpioen natuurlijk ook waterelement. Maar toch zijn deze twee tekens beduidend anders. Vissen en kreeft zijn toch wel meer naar het stukje gevoelsleven toe. Um, het goed maken voor een ander, of, of eigenlijk alles creëren. Dan wil ik niet zeggen dat de schorpioen dat niet heeft, maar. De kreeft dus heel erg zorgend voor anderen. Stelt zich eigen daarin ook wat achter zich. Vissen ook wel trouwens. En nu merk je dat hoe meer jij in jouw groei en ontwikkeling gaat komen... je steeds meer dichter naar jouw ware potentieel gaat groeien. En als jij op een gegeven moment naar jouw ware potentieel gaat groeien... merk je ook dat jouw passie en jouw richtingsgevoel... Uh, gaat veranderen. En dan met richtingsgevoel bedoel ik dat je misschien bepaalde activiteiten waar je eerst nooit leuk vond, dat dat jou in één keer uh, iets doet, dat dat jou in één keer verwarmt. Bijvoorbeeld dat je eerst nooit tennis leuk vond, dat je denkt van ja, ik ga het niet meer uh, tegen een bal meppen... of voetballen of uh, geen idee, padellen tegenwoordig wordt. En je gaat het één keer doen en je, je, je laait helemaal op qua energie. En je voelt je fit en je voelt het lekker. En dat kan natuurlijk ook met hobby's zijn. Hè? Met dat pottenbakken of muziek maken of gedichten schrijven. En je merkt in één keer, ik zit in een andere stroming. En die stroming geeft mij steeds meer vertrouwen en steeds meer stabiliteit. En die stabiliteit zorgt er ook voor dat jij groter gaat projecteren. In de zin van grotere doelen stellen. Um, Wel haalbare doelen. Maar ook. Um, ja, hoe kan ik het verwoorden? Het jijzelf ook waard vinden. om dat te mogen er ontvangen. En dus je hart openstellen. om het te kunnen ontvangen. En vooral omdat we toch waterelementen krijgen. En ik heb het net over de kreeft en de vissen. Dat zijn gevers. En nu mag je ook ontvangen. En wat jij een ander geeft, mag je ook leren ontvangen. En als je daar de balans in gaat vinden, dan gaat het snel. Dan kan iets heel snel gaan. Voor sommigen kan het zijn dat er een aha-moment komt, of dat er in een keer een moment op je pad komt van mogelijkheden. Misschien krijg je een contract aangeboden, misschien zit je al lang op een huisje te wachten en krijg je in een keer te horen van... Je bent erbij, je mag gaan kijken of je bod is geaccepteerd. Um, geen idee. Van alles kan het zijn. Hè? Er gaat heel veel stromen, heel veel veranderen. Maar we gaan eens even verder kijken. We pakken eens even wat andere kaarten erbij en we leggen dan ook een verhaallijntje onder. We krijgen de vijf van bekers. Maar dan direct naast de 10 van munten. Oeh la la, supergoed. Want dit geeft eigenlijk weer dat je niet meer bezig bent met die omgevallen bekers hier. Het is trouwens een beetje donker, denk ik, voor jullie. Ja, even kijken, dat ik het een beetje helder krijg. <laughs> Echt raar, hè, om niet op je eigen plek te zitten. De bekers die hier de twee van bekers aangeeft, heb je hier in je hand genomen. Alleen je zit nog een beetje in die hermit-positie. Dus het is belangrijk, ondanks die diepgang wat je hebt gehad, ga weer eruit. Je kunt het creëren. Je hebt de mogelijkheden in je hand, uh, binnen handbereik, om het ook neer te gaan zetten. En we krijgen de zeven van zwaarden op kop. Oké. Okay. Dus het vertrouwen, vooral blijven houden dat jij het kunt creëren, hè? dat jij de bepaalde inzichten kunt krijgen, dat jij iets kunt doorbreken en vooral patronen doorbreken. Heb je weer even pijn, heb je weer een, een testmoment in jouw leven? Hoe ga je ermee om? Ga je in een bepaalde slachtofferrol of haal je daar je voordelen uit? Blijf trouw, echt trouw aan jezelf, aan je eigen innerlijke stem. Luister niet naar het gevoel wat een ander weer zegt, want jij hebt innerlijk de kennis om hier iets mee te doen. Hoe jij het intuïtief voelt en hoe jij het in het aardse bestaan neer kunt zetten. En als je dan ziet, jouw vrouwelijke intuïtie is heel sterk. Bij je als man aan het kijken is dit ook gewoon jouw energie. Hè? Dus je hebt twee energiestromen in jezelf zitten. En het is nu belangrijk om die kwetsbaarheid daarin ook te omarmen. En door het stukje kwetsbaarheid weer te omarmen, stel je je hart ook verder open. En durf je dus ook meer te gaan ontvangen, maar zul je ook meer gaan ontvangen. Want je hebt, wat ik al zei, hè, je hebt al veel voor de kiezer, je hebt al veel um, kennis opgedaan. Maar het is nu tijd, want hier, ik weet niet of jullie het zien op beeld. Het is nu tijd, je hebt die tien van staven hier. Um, om los te laten wat niet meer nodig is. He, wat ik zei, in de boekenkast, wat aan boeken niet meer nodig is, waar je geen kennis meer uit, uh, hoeft op hoeft te doen, of waar een negatieve aangekoppeld zit. Gooi het van die stapel af, gooi het uit die boekenkast. En dat is precies wat er hier nu naar voren komt. Want dan ga je zicht krijgen, dan ga je nieuwe inzichten krijgen. Dan komt je, je, je in, derde oogruimte ook weer vrij, waar je energie of jouw intuïtie aan gekoppeld zit. En dit gaat sneller dan dat je uh, uh, misschien denkt. We krijgen de temperance kaart erbij. Heeft ook weer met geduld te maken, het stukje balans. Uh, nieuwe inzichten. We krijgen de aas van zwaarden erbij. Op communicatievlak, nieuwe kansen. Nieuwe inzichten ook om hoe je het beste iets kunt verwoorden, zodat het ook juist binnenkomt bij iemand. Is, krijg je de lovers erbij. Onderkant dek krijgen we wel de vijf van zwaarden. Die viel net ook half uit. Maar ik hoef hem niet mee te nemen. Ik laat hem wel even zien. Dat is het stukje conflict. Hè? Jouw groei gaat nu verder. Je ontwikkeling. Nu kan het dus zijn dat er voor sommigen dus iemand op je pad komt. Of dat er een kans op je pad komt. Op zakelijk vlak. Zelfontwikkelingsvlak. Misschien komt er een cursus op je... Um, uh, ...for you-page, dat je zoiets hebt van... ...oh ja, dat is interessant. Ik weet eigenlijk niet of die kaart nog in beeld is. Ja, een beetje zo schuiven. Ik heb iets kleiner legveld op dit moment... ...dus het is even passen en meten. Oké, okay. maar het is in beeld. Kijk, we hebben de keizer hebben we hier. Het stukje, stukje vruchtbaarheid. Het creëren. Transmitteren. Lovers hoeft dus niet met het stukje romantische setting te maken te hebben. Kan dus ook op liefdesvlak op platonisch niveau zijn. Hè? Dat je gaat connecten met anderen, waarbij je je hart openstelt. Twee van Bekers. Maar dat is ook een teken wat ik ook voor sommigen dus voel. Het zal niet voor het collectief zijn, maar voor een enkeling die nu kijkt. Dat je ook zo hard hebt gewerkt dat je hart open gaat staan. Dat je de ruimte krijgt om daarom ook te gaan ontvangen. En je eigen daar weer vrij in te maken. Maar dan is het wel van belang om de ballast die niet meer voor jou nodig is, weg te gooien. Dus die boekenkast te gaan shiften. Heet dat? Door te spitten. Hè? Wat heb ik nodig? Wat heb ik niet nodig? Huppetee. Weg ermee. Um, laat het los. Ga je waarheid ook aankijken. Waar heb ik bijvoorbeeld te lang in vastgezeten? Um, wat is mijn eigen valkuil? Dat je daar helderheid over gaat krijgen. En dan zul je ook meer vanuit liefde weer kunnen gaan ontvangen. En wat ik al zei, hè? het ontvangen is voor heel veel mensen echt moeilijk. En dat vooral erop te vertrouwen dat het juist naar je toe mag komen, dat is voor heel veel mensen moeilijk. Maar ik zie hier wel dat de mogelijkheden bij jou in het energieveld is dat je dit leert. En dat je dit ook vooruit kunt, vooruitgang in kunt gaan boeken. We pakken nog eens even een engelenboodschap. Oh, nou, die vliegt direct uit. Ik, zei, ik wilde zeggen, een engelenboodschap voor jullie erbij. Maar die was er al. We hebben Sonja. Ik breng je een boodschap over van een overleden geliefde. Je bent op dit moment heel gelukkig en ik hou veel van je. Ik ben op dit moment heel gelukkig en ik hou heel veel van je. Je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Dus mocht jij recentelijk of nog langer geleden misschien iemand hebben verloren, een dierbare. Een momenten als je het gevoel hebt van hoe gaat het nou eigenlijk met die persoon in het ja, engelenrijk of welk geloof jij dan ook hebt waar ze naartoe gaan. Ze geven duidelijk weer: ik voel me goed, ik ben gelukkig, ik hou van je en je hoeft geen zorgen te maken. We pakken er nog eentje bij. We hebben Adriana. Ik leid je naar het antwoord op je vragen. Luister naar je intuïtie, je gedachten en je dromen en volg de stappen die ik je op deze wijze geef. Heel erg mooi. Want dit is dus de guidance die jij meekrijgt, die, die, waar je meer op mag gaan vertrouwen. Je gidsen, je engelen, je eigen onderbuikgevoel of intuïtie of hogere zelf, hoe jij het dan ook wil benoemen. Die geven heel veel kennis en boodschappen door. Dus eigenlijk die positieve uh, boekenschap, die jij dus nog vol hebt staan met de juiste boeken, met de juiste stappen en kennis. En alle andere rommel wat niet meer nodig is, dat mag je ontkoppelen. En dan zul je ook veel meer zicht gaan krijgen op de stappen die je kunt zetten, over de ontvangen boodschappen en manieren hoe je iets in kunt stellen. En de kansen die op jouw pad komen. Hè? Die mogelijkheden. Want als er hier een, een, ja, een opening is gecreëerd om ook weer te mogen fantaseren of te manifesteren of te dromen. Hè? Neem daar dan ook de ruimte voor. Grijp die kans dan ook aan. En dan zul je ook merken van oké, okay, ik heb al veel meer kansen eigenlijk op mijn pad gehad. Maar daar had ik eerder nog niet op geanticipeerd. En nu doe je dat wel meer, sta je vrijer in het leven. Kan af en toe wel eens het gevoel zijn van: oké, okay, ik um, ligt daarmee een conflict. Van, want het één gevoel zegt dit en het denken zegt dat. Oké, okay, ik mag weer even terug naar de basis. Hoe kan ik dit in balans krijgen? Hoe krijg ik hier ja, de juiste stabiliteit in? Oké, okay, ik mag daar of oprecht en eerlijk in zijn. Ik mag bijvoorbeeld nee um, zeggen. Ik mag bijvoorbeeld een andere richting inzetten. Wat ten goede komt van jouzelf. En dan zul je ook vanuit liefde verder kunnen gaan groeien, ontvangen en misschien connecten. Op welk vlak dan ook, of dat nou platonisch is of romantisch. Je zult steeds meer mensen gaan ontmoeten waar gelijke is, waarbij jij een, um, uh, een energieoverdracht op, uh, op hartniveau hebt, op zielsniveau. Dus lieve mensen, mocht dit jouw reading zijn, laat dan vooral een reactie of een like achter. Um, Laat ook even een bericht achter als je weet hoe ik mijn opnamekamer kan veranderen tegen het geluid. Um, benieuwd naar jullie tips en tricks. Ik heb wel zelf wat ideeën. Um, maar sommige ideeën zijn ook heel duur. En ik wil het eigenlijk low budget dan op gaan pakken. Dus heb je tips? Laat ze vooral weten. Dan wil ik jullie voor nu een heel mooi weekend toe wensen, ondanks de weersvoorspellingen dat ze niet helemaal top zijn, um, wens ik je toch een mooie periode toe, mooie Engelenpoort energie, maar ook zeker dus de nieuwe, of de nieuwe maan de volle maan energie in Schorpioen want die komen er beide nog aan, um, en dan wens ik jullie dus een mooi weekend toe en tot de volgende video, doei doei!